Heeft hij al gezegd hoe je op de snelweg moet komen? Nee, maar dat is het huis. En dan. Maar dan zie je de snelweg op. Je ziet de snelweg. Ja, maar dan moet je niet naar Diemen gaan. Nee, je moet de volgende afstand nemen. Maar niet ik zet het erin. Nee, maar als je tunnelt zonder, ga ik ook. En dan pak jij de eerste afslag die je krijgt, afslag middenweg. Dan ga je tunnelen, dan ga je naar links. Heb je dit zelf erop geplakt? Nee, zat er al op. Wat dan? Reflectie. Ja, die zaten erop, ja. Dat weet ik nog. Ja, zat hier ook rood, maar dat heb ik eraf gehaald. Dit is ook een Nederlandse motor, hoor. Ja. Die was van de eerste eigenaar van een boekhouderskantoor. Dat weet ik niet. Spulletjes elke keer op de tafel klaar. Ja, ik ga even vertellen, weet je wat ik nou niet vergeten ben in deze reis? Ik vergeet niet mee te nemen een broodtrommel. Broodtrommel? Dat is mijn broodtrommeltje heb ik. En als ik morgens ga eten, neem ik mijn broodtrommeltje mee naar de eetzaal. En dan stop ik lekker mijn sneetjes brood in en mijn eitje en mijn dikje. En dan ik smiddags zo lekker rijden ben. En dan stop ergens, dan ken ik even een dingetje. Ja, ik moet toch even altijd.
Wat waren dat voor vreemde autootjes die we tegenkwamen op die dijk? Ja, Fiatjes. Er waren geen Fiatjes hoor. Ja, maar we waren met NSU. Ja. Of een NSU? NSU'tjes. We komen in. Ik zag mezelf, ga ik nooit inzitten, zag ik bij mezelf. Het is een klein hè. Mijn vader en moeder hebben er vroeger ook eentje gehad. En mijn moeder had vroeger van zo'n oud model Fiat 500, wat klepje van achter open. Ja, ja, ja. Heel lang gehad, mijn vader had het meegenomen, maar toen weet ik uit Italië vandaan. Dingetje wel aanstaan hier hoor. Ik weet niet wat het is, of dat nou toevallig Bluetooth, misschien dat hij daarom niks pakt. Nou ja, je telefoon pakt hij toch, je headset pakt hij. Alleen jouw ding. De telefoon pakt hij niet. Ik ga zo meteen gelijk deze eraf halen. Heb je telefoon betaald? Nee. Zit er geen gebruiksaanwijzing bij? Bij deze? Ja. Ja wel, ik weet wel hoe ik moet padden. Als ik mijn andere telefoon, boem, boem, heb ik hem binnen 2 seconden. En ik heb deze telefoon gisteren nieuw gekocht. En, het is een dual card, misschien dat het daar komt. Je moet zo zien, in mijn andere telefoon heb ik dezelfde nummer in zitten. Daar kan het niet. Ja, maar ja, jongen, dan moet ik wel. Want als ik die aanzet, dan staan alles gewoon in. Laat ik een kort doen. Ja, dan moet je hier niet doen. Hahaha, hoe gaat het dit?
Martin, het was met een genoegen. Mooi zo. Jij gaat zometeen ook richting GF in de Middenweg. Schellingwaardebrug en dan staat daar... Schellingwaardebrug? Hoe ga je, Ik ga hier de brug over. Oh, je gaat de brug op en dan rij je Alsberg door. Ja, is via jou makkelijker. Ja. Kom ik bij de Maruskade uit. Ja. Nou, en ik... Je kan hier gewoon binnen door. Het is veel sneller. Ja, het is hier voor zich hoe je moet rijden. Ik rij altijd zo. Normaal rij ik altijd zo. Ik pak hier de volgende afslag, pak de middenweg. Ik ga linksaf en ik rij daar rechts. En ik rij in één keer Elsberg door langs het water. Ik ben er bij Korthoef. Ja, dan ga je over die... Over die weg van aan de achterkant. Ja, maar dat is een provinciale weg. Het is zondag, heb je echt gewerkt? Nee. echt waar? Moet je langs de rij straks in de zomer doen? Wat hè? Geld sparen. Geld sparen voor de vakantie? Ja. Oh, ja, daar heb je wel gelijk in. Ja. ja. Maar mijn vakantie wordt niet 3 weken, wordt gewoon 2 maanden. Hoe lang? 2 maanden. Hoor je, 2 maanden. Ben ik niet hoor. Dit keer niet. Nee. Nee, dat zal zomaar gebeuren. Geld sparen voor de stad. Als ik op betaald zie dat ik moet daarna nog besparen, dan... Stuur jij fotomateriaal even op? Ja. Film? Ja. Die drone en die andere. Ja, stuur het wel op. Heel fijn. Is, Jongens.